altijd positief blijven denken. Want als je positief denkt, dan voel je positief. Simpele rekensom. Maar toch zit hier een enorm duistere zijde aan die ik in de afgelopen maanden heb ervaren. Hey, hoe gaat-ie? Het gaat goed! Heel goed! Weet je dat zeker? Ja, zeker! Ik heb net een nieuwe Mercedes gekocht. Tuurlijk gaat het goed! Zie je niet hoe goed het met me gaat? Oh, een Mercedes. Jij zal echt gelukkig zijn, ja. Positief denken kan namelijk een middel worden naar een zware depressie waarvan je geen idee hebt wat je van de bron is. Ik heb nu 10 miljoen euro verdiend en ik voel me nog steeds depressief. Misschien moet ik 100 miljoen verdienen. Dan kan ik eindelijk gelukkig zijn. In deze video ga ik je vertellen waarom je zou moeten oppassen met high worden op positieve gedachten en wat je beter kunt doen om je vibe hoog te houden. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Voor iedereen die nieuw is op dit kanaal, welkom. Ik maak wekelijks video's over down-to-earth spiritualiteit, zelfontwikkeling en tools voor meer vrijheid, geluk en voldoening. Je zou me enorm steunen en helpen in de groei van het kanaal door even op de like-knop te klikken onder de video. En als je op de hoogte gebracht wordt van alle nieuwe content die ik post, klik dan even op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Positief denken is fijn. En het is zeker onderdeel van mijn gereedschapkist om mijn vibe over de hele dag hoog te houden. Maar positief denken kan ook een middel worden om jezelf in diepe loos te werken. Vooral wanneer de positiviteitsbrandstof gewoon opraakt. En het beste voorbeeld wat ik daarvoor kan bedenken is het nieuwjaarsvoornemen. Je weet hoe het werkt. Positief denken zie ik een beetje als motivatiefilmpjes online kijken. Het is een geweldige manier om jezelf op gang te krijgen om iets te doen. Of om je op een bepaalde manier te voelen. Pff, geen zin om te trainen. Of motivatiefilmpje kijken. Werk hard, bitch. Niets in het leven komt gratis. Je moet ervoor lijden. Kapot gaan. Bloed, zweet en tranen, weet je? Dit is oorlog. Waar zijn die gevechten? Ik maak ze kapot. Maar wanneer je 6 uur per dag motivatiefilmpjes kijkt, zul je erachter komen dat er een point of diminishing returns is. Met andere woorden, de stijgende lijn van resultaten die je hieruit krijgt, begint na verloop van tijd exponentieel af te nemen, totdat hij als een baksteen keldert. Niemand is succesvol geworden met zielig zijn. Het is tijd om jezelf te vermannen. Sta op en ga ervoor. Ik ga naar de snackbar. Deze motivatievideo werkt niet. Ik heb een aantal maanden terug een realisatie gehad. Alles in mijn leven ging goed. Fysiek ging het goed, mentaal ging het goed, emotioneel goed, spiritueel goed, financieel goed, vrouw goed, kindje goed, huisje, boompje, beestje goed. Alles goed. Goed, maar goed kan altijd beter. Maar dat mes snijdt aan twee kanten. Maar toch werd ik elke dag wakker met een heel subtiele angst. En ervaarde regelmatig een lichte depressie. En ik snapte het niet. Meestal kan ik de oorzaak snel pinpointen waar dit vandaan komt. Maar het leek er zomaar ingeslopen te zijn zonder dat ik het door had. Tot ik na een aantal dagen flink soul-searching erachter kwam waarom mijn somberheid bestond. Ik was verslaafd geraakt aan positief denken. Hey, kijk, nieuwe subscribers. Gaaf. Hey, kijk, meer geld op mijn bankrekening. Gaaf. Hey, kijk, morgen wordt leuk weer. Leuke dingen doen. Gaaf. Hey, zoek eens iets leuks op. Ik krijg ontwenningsverschijnselen. En met de verslaving aan positieve gedachten kwam automatisch de angst. Wat nou als de positiviteitsgebeurtenissen opraken? En daarna kwam de depressie van ontdekken dat positieve gedachten me nooit zouden geven wat ik echt wilde. En voor de 100.000ste keer moest ik mezelf weer terugbrengen naar wat ik wil, heb ik al. En vind ik in mezelf. En bla bla bla, spirituele klets. Ik heb een lange tijd gewerkt aan het verbeteren van mezelf en mijn leven. En er zijn heel veel dingen waar ik diep dankbaar voor ben. Dingen die inderdaad mijn geluksniveau en mijn vibe omhoog brengen. Maar veel van de dingen waarvan ik het verwacht had dat het me een soort magische gelukservaring zou geven en totale mentale rust, gaven me dat niet. Hey, wat is er? Ik ben zo blij! Ik heb vandaag mijn droomauto gekocht! Hey, kun je me even wegbrengen in je coole bolide? Nee, geen zin in. De deur kraakt en ik had liever een blauwe gehad. Kutwagen. Elk doel wat ik bereikte, zoals financiële doelen,
het kopen van iets nieuws, cijfertjes die omhoog gaan op mijn YouTube-kanaal, gaven me een positieve high, gevolgd door positieve gedachten en vervolgens zakte het weer omlaag, tot ik weer een volgende high kon vinden. En iedereen waarschuwt je hiervoor, maar toch heb je zoiets van, nou, laat mij er maar zelf achter komen. En zo was ik onbewust over mijn dag aan het hamsteren naar positieve dingen waarmee ik mijn positiviteitsverslaving kon bevredigen. En net zoals met elke verslaving heb je er steeds meer van nodig. Tot je drugsgebruik een manier wordt om niet meer high te worden, maar om jezelf normaal te voelen. En zo zak je langzaam af in een toestand die steeds lager wordt. Ik ben er overal verslaafd aan geweest, zelfs aan natuurwandelingen. Dus ja, geniet met mate is cliché, maar er zit echt een dikke waarheid in. Nou breng ik het wel heel dramatisch, want ik zat niet zo diep dat ik een einde aan mijn leven wilde maken. Maar ik voelde mijn vibe gewoon zakken door het constante zoeken naar positiviteit. Het constant willen veranderen van mijn toestand. Het high willen worden op fijne gevoelens. Wel grappig dat ik in die tijd ineens cravings kreeg naar harddrugs. Interessant hoe dit brein werkt. En wanneer dit je zoektocht naar geluk is, high worden op geluksmomentjes, dan worden negatieve momenten ineens de vijand. Omdat in de dimensie van gedachten je altijd schommelingen hebt. Zolang je je toestand laat afhangen van de gedachten die er in je mind spelen, blijf je een emotionele achtbaan. Hey, zullen we naar Drievliet gaan? Ja, leuk! Oké, kom we gaan! Nee, ik wil niet. Waarom? Mijn vriendin heeft het uitgemaakt. Bij de suikerspinkraam. Hey, suikerspinnen. Leuk, laten we gaan. Oké. Nee, ik kan niet. Ik heb geen geld, want ik ben mijn baan kwijt. Maar ik kan nu een betere baan gaan zoeken. De wereld is kloten. Ik hou van mezelf. Nee, ik haat mezelf. Wow, jij moet echt gaan mediteren, man. Want soms zijn er positieve dingen in het leven. Soms negatieve. En als jij, net zoals ik, je vastklampt aan deze gedachtenwokjes, dan word je goed in denken. En goed worden in positief denken is oké. Tot op zekere hoogte. Maar wanneer het niet goed gaat in je leven, dan heb je hetzelfde mechanisme waar je vaardig in bent, wat je gebruikt voor het negatieve denken. Dus met deze video wil ik niet van je vragen om helemaal te stoppen met positief denken of om nooit meer iets moois voor jezelf te kopen of te werken aan wereldse doelen. Het is niet voor iedereen weggelegd om een leven lang in Tibet te gaan zitten mediteren, want deze dingen zijn allemaal geweldig. Maar als je net als mij bent en niet afhankelijk wilt zijn van deze dingen voor je niveau van geluk, dan wil je ervan genieten met een zekere mate van onthechting. Vandaag de dag ben ik weer terug bij af in mijn stabiele, hoogvijbende toestand. En om heel kort samen te vatten hoe ik dit doe. Ik leef in overgave. Ik gebruik mijn hyperbewustzijn om zoveel mogelijk in een toestand van meditatie, acceptatie, de zijnmodus te blijven. Ik gebruik mijn mind alleen wanneer ik dat nodig vind om te doen. Beetje hetzelfde zoals je laptop gebruikt. Je zet hem aan als je erop gaat werken. En je zet hem uit wanneer je aan het leven deelneemt. Maar kijk eens om je heen als je in de supermarkt loopt. Iedereen zit op zijn laptop. Verder probeer ik zoveel mogelijk te zijn. En wat ik na een aantal weken heb ontdekt, is dat ik weer wakker word in ontspanning. Op dezelfde manier hoe ik me voel wanneer ik ga slapen. En over de hele dag door met hier en daar wat mini borderline momentjes. Vroeger was het alsof ik een wilde tijger uit India aan mijn brein had. Tegenwoordig is het meer een huiskat met soms een slecht humeur. Omdat gedachten gewoon niet meer een onderdeel zijn van mijn grootste interesse over de dag. Dingen doen die me voldoening geven, wel. En onder voldoening valt ook zijn. In het moment leven. Wat niet altijd spannend en upliftend is zoals positief denken. En soms kan het zelfs saai zijn of afgrijzelijk wanneer je negatieve stemming ervaart. Maar ervan uitgaande dat je voldoende schaduwwerk hebt gedaan om het fijn te maken hier binnen. Ja, je hebt het zelfs zo duister gemaakt daarbinnen. Mag je het zelf ook weer opruimen? Is het in mijn ervaring veel fijner om over de hele dag stabiel te zijn zonder hele grote ups en downs. Gewoon neutraal of super gelukkig. Maar niet super gelukkig door een nieuwe handtas te kopen en vervolgens thuiskomen en denken, hey, waar is mijn geluk heen? Waar is je geluk heen? Je geluk is naar Michael Kors heen. Hij bedankt je zeer. Super gelukkig door betekenisvolle dingen. Tijd besteden met mooie mensen. Zelfverzorging. Meditatie. Mooie plekken bezoeken. Reizen. Creatieve bezigheden. Hobby's. Dingen die je leuk vindt om te doen. Niet omdat je er een bepaald doel mee probeert te bereiken, maar omdat je het doen van deze dingen gewoon super leuk vindt. En natuurlijk is het mooi om hier ook doelen te stellen. Maar wanneer doelen niet je bron van geluk worden, maar
het proces ernaartoe een reden wordt om gelukkig te zijn, dan ervaar je blijvend en stabiel een hoge vibe. Totdat je net als mij weer opnieuw in een saboterende gewoonte stort. We moeten blijven leren en dat doe je niet alleen in boeken of YouTube video's. En de rest van de momenten ga je weer terug in leven in het moment. Soms heel hoogvijbend, soms minder hoogvijbend, maar niet met de constante behoefte om jezelf te proberen te drogeren met positieve gedachten. Of bier, wiet, YouTube video's kijken. Behalve die van mij, hè? Die zijn verslavingsbestendig. Kortom, leven in overgave. Een vaardigheid die ik aardig onder de knie had totdat ik verslaafd raakte aan positief denken. Dus probeer het eens voor jezelf uit. Niet om te stoppen met positief denken, maar om gewoon te stoppen met denken, de grootste bezigheid te maken die je uitvoert in de dag. Mike, ik raak in de war van al je video's. De ene video zeg je, droom als een klein kind. De andere video zeg je, stop met denken. Hebben ze jou wel eens getest op schizofrenie? Ja, gebruik je gedachten om je droomleven te manifesteren. Droom en visualiseer, maar gebruik het als een tool. Niet een manier om de werkelijkheid te ontsnappen. Leef hier en nu. En als hier en nu niet leuk is om te leven, fix dat hier en nu. En wil je daar hulp bij, dan vind je die in mijn online cursus. Van bewustzijn naar hyperbewustzijn. Nu uitgebreid met 2 nieuwe online cursussen. Mediteren voor mentale vrijheid en ademhalen voor mentale vrijheid. Dit geeft je alle sleutels naar mentale vrijheid. Het leven in complete overgave. In een toestand die aanvoelt als bliss. Bliss. Dat klinkt ook gewoon zo alsof je daar wilt zijn. Bliss. Dus dat wilde ik even met je delen. Als je tot hier bent gekomen in de video, laat het me even weten door in de comments te typen. Altijd blijven lachen. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje, zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.